familie Bagdin staat hier. Aan meneer Bagdin is het wel te zien dat hij uit Indonesië komt. Bij mevrouw Bagdin is dat minder goed te zien, hè? Ja, klopt. Zij is gewoon Nederlands. Ja, mijn ouders zijn geboren en getogen in Indonesië, maar ik ben in Nederland geboren. Uiteindelijk kom jij uit Malam, heb je me verteld. Je hebt toch iets uit Malam meegenomen. Het idee dat er in Malam kinderen zijn die het moeilijk hebben. Ik zat in de bus, in het busje zeg maar. En dan kwam er zo'n kleine jochie. Die zegt tegen mij, kunt u mij even helpen? Ik zei, helpen met wat? Om naar school te gaan. Ik zei, naar school? Ik zei, hoezo? Ja, ik heb er geen geld voor. En dan vanaf die tijd, ik zeg tegen de kinderen, tegen haar ook, als ik ooit geld heb, wil ik wel een weeshuis. Ja, en je hebt je vrouw ingeschakeld. Jullie zijn samen toen een stichting begonnen. Ja, we zijn een stichting begonnen, nou nu 3 jaar geleden, denk ik. Ja. En we zijn zelf naar Indonesië geweest. We hebben een huis gezocht om te huren. Ja. Die hebben we helemaal opgeknapt en gezorgd dat daar kinderen kunnen worden opgenomen. We hebben zelf de leiding aangesteld die in het weeshuis de dagelijkse leiding heeft. Wij hebben hier een stichting en er is een stichting opgericht in Indonesië. Wij gaan hier zorgen hier dat er geld genoeg komt om het weeshuis draaiende te houden. Wij hebben een budget met het weeshuis afgesproken. Wij hebben hier een bankrekening, daar een bankrekening, maar daar de bankrekening kan ik via internet bekijken. Wat wordt er afgehaald? Er is jaarlijks een boekencontrole. Dus we hebben nou eigenlijk per maand een paar keer met Skype contact met de leiding en met de kinderen. En het kost ons meer geld als dat het oplevert. Want als we ergens naartoe moeten, dan is het allemaal vrijwilligerswerk. En, je gaat er zelf wel eens heen? Ja, 1 keer per jaar gaan we erheen. In ieder geval om te kijken hoe het gaat. En met het huis en met de kinderen. En om alles gewoon ook te controleren. Jullie hebben natuurlijk ook contact via het internet. Ja, via Skype hebben we contact. We hebben computers gekregen, dus die hebben we naar Indonesië gebracht. Zodat in het weeshuis ook inderdaad, zodat we met de leiding kunnen praten en met de kinderen kunnen praten. Even nog wat je me net vertelde, gisteren was er nog net iets gebeurd eigenlijk. Ja, gisteren is er 's nachts een kindje geboren. Moeder van 17, die is bij ons in het kinderthuis gekomen. Omdat ze niet zelf voor het kind kan zorgen. Zij verkocht sigaretten op straat. Nou ja, daar verdien je te weinig mee om het kind mee te kunnen laten opgroeien. Dus ze had gevraagd of wij het kindje wilden meenemen. Maar we hebben gezegd, nee, we nemen niet alleen het kindje mee. Jij gaat ook mee. En wij zorgen dat je dan weer, als je weer helemaal opgeknapt bent, dan zullen we zien wat we kunnen doen. En we hopen sponsors genoeg te kunnen krijgen om haar naar school te laten gaan. Jullie staan vandaag hier bij het Straattheaterfestival. Er lopen heel wat mensen voorbij. Lukt het ook een beetje om spulletjes te verkopen? Ja. Ja, kijk, en hier is het natuurlijk ook, we staan hier ook omdat mensen dan ons kennen. Mensen die geïnteresseerd zijn in jullie kunnen natuurlijk altijd via de website ook kennis met jullie maken. Noem dat even, die website. www.weeseenkind.nl Ik wens je nog veel succes met het goede werk. Bedankt.